Oké, ik ga deze toch even uitschakelen, jongens, zodat ik verder ga, want dit wordt iets te... Dit is iets te ingewikkeld, of te ingewikkeld, zou ik nou. Dit is iets te irritant. Oké, en dan daar naar beneden. Ik zie er al zombies heen wandelen, dus misschien zit er iets leuks. Kom, hier. Dat is één. Dat is twee. Oh, we hebben een lens. Eindelijk, eerste lens. Oké, en jij geeft me nou even... Ach, laat maar. Ik wou je zeggen, jij geeft me even wat slime. Maar dan niet. Oké. Zo. Lego. Ja. Ik zag je er... Oh, shit. Ze zit hier water. Dat betekent dat hier waarschijnlijk geen cave zit. Geen goeie. Oh, dang it. Nee, we gaan even een beetje even kijken of we iets naar beneden kunnen. Zit hier nog iets? Nee, volgens mij zit hier niks daar beneden. Dang it. Oké, volgens mij was er nog een plek, toch? Aan deze kant. Wacht, even snel kijken. Daar is een maybe, maar ik betwijfel het. Ik betwijfel het heel sterk. Zo, gewoon even een paar torches overal plaatsen. Oké, we hebben nu wel de 5 sterren. En, oh nee, dat gaat wel verder. Oké. Oké, jongens, we zijn misschien nog... even maar. Oh man, even kijken of er toevallig iets in de buurt zit. Ik wil weten waar dit heen gaat. Oh nee, dit is een sterke zombie. Nee. Oeh. Hij had me bijna in zijn trap. Dit is een... Dat is van mijn armored zombie of zoiets. Nou ja, niet echt armored, maar... een van de meest... een van de meest levenshebbende zombie, om zo te zeggen. Een van de meest levenshebbende. Oké. Nee, ik denk toch dat ik hier, niks dus dat ik hier niks te zoeken heb. Oké. Dus ik kijk nog wel als ik verder ga. Weet je, ik recall. Doei, I want nothing to do with this. Oh, wauw, mijn span zit ook echt letterlijk voor mijn deur. Dat is wel nice. Mooi geschat. Oké, dus we gaan aan de andere kant op. Oh, hier zit trouwens tin. Oh ja, op oppervlakte. Ik ben ook wel wat om armor voorbij gelopen dan aan de andere kant. Ga ik zo ook wel even langs. Maar dan kan ik dus even aan deze kant zo nog even kijken. Of wat. Dus, maar dus een van de eerste dingen dat ik ga doen is caven. Want we hebben sowieso resource nodig. Voor armor en zo. Dus eigenlijk, ik kan wooden armor maken trouwens. Dat is iets, toch? Ik denk dat ik dat gewoon ga doen. Als het niet te veel kost. Maar even kijken, hoeveel kost wooden armor? Kan ik dat... Oh, hier zo. Ja. 25, 30 en 20. En dat heb ik. Dus laten we maar doen. Ik neem bij elkaar... Oh, geeft dat iets van 2 damage of zo? Of 2 defense? Nou ja, iets is beter dan niets. Dus zo, zo en dan. Oké, dus wat hebben we met elkaar? De hele bonus geeft 1 extra defense. Nee, we hebben 3 defense nu. Oké, 3 is beter dan niets. Oké, jongens, nou, we zijn een beetje hout terug hier, maar dat maakt helemaal niet uit. Want we zijn beter beschermd tegen deze ogen. Oh, wat? Oh, ik dacht even, had ik hem nou? Want ik keek even in mijn inventory. Oh, net niet. Kom op. Oeh, come on. So close. Kom hier, want het is zo weer dag en dan gaat hij weg. Oké, nice. Nice, want ik zie dat er een beetje lichter begint te worden. Of in ieder geval, het is dusk. Of het dusk, het is bijna dawn. Echt, kom hier. Of sunrise, ik ben even vergeten wat het nou precies was. Maar ik in ieder geval kom niet, zombie. Nice. Oké, dit werkt onder water. Dat is in ieder geval nice. Yep, en het is dag. Nu. Oké. En die. Oké, veel hoge bomen hier. Dus als we ooit hout nodig hebben, dan kunnen we hier naar gaan. En dit ziet eruit als een betere cave, jongens. Dit is altijd een goede plek om te... nee. Wauw, gewoon een doorgang. Maar een kist. Met een weeranspeer. Een goede, maar minder goed dan die ik nu heb. Ja, er zijn niet veel beter inderdaad. Want dat ding wat ik heb, oh mijn godly. Alleen legendary is beter. Oké. We kunnen volgens mij wel hier de grond in, dus... Het is altijd een beetje afwachten van waar kunnen we nou precies de grond in, waar niet. Waarom kan ik? Waar kan ik zo? Ja, hier kunnen we netjes de grond in. Oké dan. Jongens, we hebben eindelijk een cave gevonden. Jee. En laten we dan maar gaan. Even kijken. Glowsticks. Oh, wauw. Een hele lange glowsticks. Holy crap. Zo. Oké. Okay. Kom hier, slijmpje. Kom hier, slijm. Hou. Oké, deze serie zal uiteindelijk niet in het begin, want in het begin ga ik heel veel met jullie doen. Maar als het eenmaal verder gaat, ga ik ook heel wat offscreen doen. Bijvoorbeeld het bouwen van NPC-huizen, appartementen, zeg maar. Wat meer, misschien wat meer minen of zo. Wat bossen grinden. Dus de eerste bossen, dat zal ik sowieso wel met jullie doen. Maar dan, als ik dan bijvoorbeeld, ik heb echt veel nodig voor een volledig set van een bepaald armor of zo.
En het is iets te veel om het continu met jullie erbij te doen. Dan zal ik het ook een klein beetje skippen uiteindelijk. Maar, wat ik ga trouwens... Nee, ik heb geen hamer, hè? Oh, man. Zou ik niet eigenlijk... Ik kan beter eerst een hamer maken. Maar dan maak ik gewoon even stempel en houten. Wooden hammer. Kom hier. Wooden hammer. Oké, we hebben een hamer. Geen paniek. Geen paniek. Ik zat echt denken... En dan laat ik die kist wel gewoon even achter. Oké, ik neem alleen de dingen mee die een beetje makkelijk te pakken zijn voor nu. Want ik bedoel, dat iron daar plafond, dat vind ik een beetje te irritant om te halen. Ik denk het, een beetje irritant hier. Ja, inderdaad, val maar lekker. Val maar jij. Oké. Annoying little brat. Brandon? Even zien. Oh, gaat hier heel snel ineens. Oppassen dat ik niet pleur. Oh, hier zit een... Oh, nice. Hier zit... Oh, we hebben ook zilver. Tenminste, dit is zilver, toch? Ja, dit is zilver. En dan hebben we hier dus tin en een beetje dat ding. Maar dan hier hebben we dus al een... zo'n table. Zo'n demon altar. En best wel nice. Het is enigszins nog dichtbij. Maar ik ben benieuwd of er nog eentje... Wacht, even kijken hoe ver we gaan precies zetten. Het is eigenlijk ver weg. Maar goed, ik hoop dan in ieder geval dat we nog zo'n demon altar... Dat we dat dichter bij huis vinden. Maar dat is gewoon wel makkelijker om... Oh, ik hoor desertachtig iets. Oftewel, er zit hier veel zand in de buurt. En dan krijg je dit geluid. Deze muziek. Dus ja. Zo, dat is al wat tin. Pak dan even de rest van het zilver. En dan eventjes dat iron hierboven. Kom hier. Kom hier. Oh man. Ik kan echt niet wachten tot 1.3 trouwens. Want dan heb je echt gewoon... het is wel allemaal endgame. Dat wel. Maar dan heb je echt gewoon verschillende mounts. Bijvoorbeeld een mining mount heb je dan. Dus dan kan je dit veel makkelijker doen en zo. En weet ik het wat we nog meer allemaal hebben. Dat is zo nice. Maar goed, even zien. We kunnen hier naar beneden. We kunnen dus zeg maar deze schacht hier allemaal volgen. Het is voor mij een hele diepe drop, dus... We kunnen het proberen. Of we kunnen hier gewoon een beetje kijken. Hele lading tin. Hele lading tin. Oké, oppassen. Oh man, wat zit hier allemaal? We zijn al redelijk diep hier, zo. Oké, al het zand. Hier wel wat water. Oké, ik ga denk ik toch naar boven hier met de ropes. Kan je... En dan pak ik zo eventjes. Wacht, dit kan je ook doen zo. Ja, dit vind ik ook wel vet om te doen. Oh. Oké. Maar ik pak eerst het tin en dan pak ik het zilver. Dat daar nog aan de andere kant zit. Maar goed. Oh, dit is zand hier. Jezus. Dat is op zich hartstikke nice. Want uiteindelijk hebben we veel glas nodig voor potions. Hè. Oh, serious potions is ook zo enorm, jongen. Oh, dat is zo veranderd sinds de laatste keer dat ik echt mijn actief draai heb gedaan. En met actief draaien bedoel ik het eerste gedeelte van de serie met Yuri en Tommy. Dus even kijken. Zo. En dan gaan we hier zo. Gaan we het zilver pakken. En er zit meteen ook een pot. Dus even kijken of daar toevallig nog wel torch in zit of zoiets. Waarschijnlijk niks bijzonders. Ja. Ah, een beetje coin. Oké, ik zit eigenlijk toch te denken dat ik liever die andere kant op wil gaan. Met die demon altar. Gewoon puur omdat het daar gewoon groter lijkt. Want zeer waarschijnlijk als ik daar kom is het helemaal niet waar. En ik ga gewoon hier naartoe. Wacht even. Oh ja, als je trouwens op control klikt, dan heb je dit automatic mine en dat is zo chill. Dat ga ik zeker weten wel redelijk wat aantal keer gebruiken. Slime. Don't do it. Oh, dang it. Ga weg. Oh, hey, wat is dit hier? Oké, jongens. Dit is één van die dingen hier. Dat zeg maar nieuw is bij 1.3, wat ik dus al weet. Want er zijn al heel wat spoilers bekend. Maar dit ding is in 1.3, krijg je daar serieus een zwaard uit. Wat je daarnet zag, dat was zeg maar zo'n zwaardachtig dingetje. Dus dat vind ik echt jammer dat het nu nog niet is. Dat zou zo mooi geweest zijn. Oké. Zo. En dan alles zelf hier weghalen. Dus jongens, ik kan nog helemaal niks zeggen wanneer 1.3 uitkomt. Dat kan zijn over een maand. Het kan ook wel zijn over een half jaar. Ik heb geen idee. Nee, een half jaar lijkt me een beetje sterk. Maar ik verwacht het zo over 2 à 3 maanden. Pak 3 maanden. Dat is het ergens in februari komt, denk ik. Dat is wat ik denk. Maar ik heb echt geen idee. Ik kan er ook helemaal naast zitten. Maar als je kijkt van hoe lang ze al bezig zijn. En hoeveel er al geteased is. En hoe lang het duurde sinds de teasers in de voorgaande versies. Oeh, een gold chest. Gold chest. Nee, slimes. Dat is mijn golden chest, van mij alleen. Oké, wat zit er? Oh, Hermes Boots, super chill. Dan kan ik eindelijk... Wacht, is dat die super snel rennen toch? Ja. Oh man, nice. Oh mijn god, super veel bommen. Ook weer, ook super chill.
Oh man, dit is echt een nice kist. Oké. Okay. En ik denk dat we toch naar daar moeten, dus oké. Okay. Jij wint. Jij wint, Terraria. Jij wint. Dan gaan we naar daar. Kijken. Oh wauw, we hebben hier blauw mos. Wat de hel. Oh, zit hier een. Zit hier zo'n ding, zo'n trap. Dat is even schadelijk gemaakt. Daar laat ik me echt met een trapper van die stomme vallende stenen. Stom gedoe. Meer zilver daar. Nee, dat is het waard om er naartoe te gaan. Ik ga er trouwens. Wacht. Snel erdoor, snel erdoor. Oeh, het werkt nog. Het werkt nog. Oh wauw, lekker veel zilver hier. En dan zet ik weer de auto mine aan. En ik hoor veel stromend water. Ik ben benieuwd wat dat is. Of gewoon überhaupt water, denk ik dan. Ik weet niet, stromend water, maar dat gaat niet, want dan raak ik erop. Oh, er komt een worm aan. Binnenkort. Even healen trouwens. Een worm, ik ben bang voor een worm, jongens. Yep. Welkom bij het begin van Terraria. Ah, dang it. Ah, dang it, you. Oké, tijd voor de speer. Woehoe! Instant dood. Instant dood, jongens. Oh, catwreck. So nice. Echt serieus. Speren zijn geweldig. Kom op, ga weg, ga weg. En down we go. Oké, ik weet niet hoe lang ik nog doorga met hier naar beneden graven, zeg maar. Voor de eerste mining trip wordt is meestal echt niet zo heel veel. Want ik wil ook meer gaan exploren binnenkort. Ik denk dat ik eerst inderdaad de overworld wil exploren. Gewoon een beetje verder die kant op tot de corruption tegenkom ofzo. Of misschien zelf de corruption al ingaan, maar dat is heel risico. Heel risicovol bedoel ik. Dat is heel risico, ja. Oké. Hier even naar beneden. Dan zit er van alles en nog wat, zag ik net. Door die... Door even een bedankje aan de... hoe heet het? Aan de jellyfish. Oké, even voor glowsticks. Kijken waar is het? Ah, hier. Hoor je het? Kijk, daarboven dan kan je het zien. Yep. De trap. Maar we zijn de trap te slim af. We hebben het al onschadelijk gemaakt. Oké, waar zit hier die grot? Waar zit die grot hier? Oké, daar is het. En laat maar lopen. Laat maar lopen. Oh, ik zie daar licht. Zien jullie het ook, jongens? Oh, good dang it. Zo, ik zie licht daar zo. Ik heb geen idee wat het is. Het is stilstaand licht, wat de hel? Wat is dat dan? Oh god, dang it. Adem. Adem, nog een keer. Oké. Okay. Maar wat is stilstaand licht? Ik heb geen idee. Want als het beweegt, dan is het een miner. Geen idee wat stilstaand licht is. Benieuwd. Ben heel benieuwd. Wat de hel is dat? Oké. Okay. Even zien. Wat zou het kunnen zijn? Ik heb echt geen idee. Jezus. Misschien is het gewoon iets heel erg obvious waar ik gewoon zo overheen kijk. Hoor. Oh, nee. Dang het, te laat. Kom hier, kom hier. Kom hier, kleine. Oké, okay. Hebben ze. Yes. Oh man, I wanna know. Wat is het? Wat is dat echt? Oh, wat hel? Oh, er viel zand. Beetje oppassen. Au, au, au. Al dat zand, jezus. Stom zand. Oké. Okay. Oh, daar kwam het vandaan, denk ik, dat water. Daar hoorde. Oké. Okay. Come on, wat is het nou? Ik zit te denken aan zo'n houten cabine of zo, maar ik kan me dan niet bedenken dat daar licht vandaan kwam. Dus in ieder geval, als dat het is... Oh man, ik moet even snel... Oeh. Oké, okay, we gaan hier naar beneden. Ik moet het weten, wat is het? Wat is het? Ja, het is gewoon zo'n houten ding. Oh, wauw. Helemaal vergeten dat daar licht vandaan kan komen. Oké, okay, super nice in ieder geval, want daar wil ik sowieso heen. Oh man, ik zie helemaal niks. Oké, okay, eventjes een bommetje. Oh man. Oh, zag ik nou een tweede? Zagen mijn ogen daar goed? Ik weet niet zeker. Ik zie dat echt slecht, jezus. Oké, okay, bommen. Is daar zo. Zat er nou een tweede? Nee, het lijkt me zo. Het leek me zo. Oké, okay, maar er zit hier wel spinnenwebben zo. Oh, er zit hier. Oh jongens. Zien jullie ook wat ik zie? Oh god, dang het. Nee, ja, mede. Yeah. Oh, wauw. Oké, okay, zo. Maar daar beneden, linksonder, is al het... hoe heet het? Is al het ijsbiome, de underground ijsbiome. Dus, oh man, dat is een best wel hostile plek. Maar als goed kan ik ook super goede loot vinden. Dus het is weer een trade-off. We moeten even kijken of we het gaan doen. Nee, ik heb geen idee. Ik denk dat ik dat ga bewaren voor de volgende sessie. Ja. Dus ik denk dat ik nu even die kist ga pakken en dan...
denk ik dat ik ga stoppen. Voor nu. Of in ieder geval ga stoppen met mine. Dus ik weet niet of ik meteen de episode al ga stoppen. Oké, even zien. Oké, oh, en we hebben platinum. Dus dit is het allerlaatste, jongens. Dus we hebben geen gold, we hebben wel platinum. Ook super nice. Op zich, platinum is beter dan gold, dus nice. Maar ik vind gold altijd leuk om gewoon golden dingen te maken. Maar goed, we hebben in ieder geval de iron en de silver. Het enige probleem is, we hebben nu alle witte ores. Serieus, we hebben alle witte ores. Iron, platinum, zilver en tin. Dus allemaal witachtig. Nou ja, tin is meer geel. Oké, vooruit. Vooruit, I'll give him that. Kom hier. Die. Oké. Nou, laten we even kijken. Oh, ik ben benieuwd, wat zit er in deze kist? Ik neem trouwens ook die kandelaar mee. Dit is een tin, denk ik. Tin, kandelaar. Oh. Zo. Oké, nou, wat zit erin? Oh mijn god, jongens. Yes, de Extractinator. De Extractinator, dat is echt een van de meest gezochte items. Toen ik nog met, hoe heet het, in de vorige serie. Man, dat we die nu al hebben. Dit is zo'n goed begin voor deze serie, jongens. Dit is echt goed. En er zit hier gewoon een anvil. Kijk dit, een anvil. Boom, daar hoeven we niet meer te maken nu. We nemen, de kist wel mee. Oh, dan moet je met een ding doen. Ik heb helemaal geen hamer meer nodig. Dat was nog van vroeger. Oké, nou, we gaan even kijken naar beneden. We gaan een klein beetje exploren. Oh man, hier zit al de case meteen. Dus hier begint het echt serieus werk. Oké, wacht even jou weg. We gaan even een touw naar beneden halen. Zo, even zo. We kunnen even kijken waar de touw naartoe gaat. Dus er zit al een of andere skeleton of zombie of zo. Of viking. Oh, nog zo'n kamer. Super chill. Oké. Oppas hier. Nee. Als waar ik bang voor was. Kom hier, slime. Schiet geen ijs. Ik weet dat je het wil, maar doe het niet. Kom hier. Nice, oké, goed. En nu even deze, dit ding killen. Kan ik hier doorsteken zo? Oh man, hij is veel te slim. Hij denkt van, nee, fuck jou, ik ga echt niet in je trap lopen. Ah, god dang it, fleur ik er weer in. Oké, nice, ik heb hem. Kom hier. Oh, een viking helmet. Wat? Oké, waar is die viking helmet? Ik wil hem niet. Oh, jongens. Ik ben nu echt een bewoner van dit hier. Oké, ik heb veel te fancy boots aan. Dan ga ik even weg doen. Maar zo ziet het er best wel vet uit. Maar kijk, ik ben helemaal een hout viking. Kingo, de houten viking, jongens. Jawel. Oké, even stambeelden verzamelen. Oh, die moest ik misschien nog even doen, maar dat dan niet. En staat hier nou trouwens een speciaal item? Wat is dit? Een kelp. Dit is een kelp. Oh, heel even wachten, jongens. Ik ben er weer. Oh, jezus. Wat gebeurt daar nou weer? Oh, man. Ik ben terug en er kwam meteen zo'n ice slime uit de lucht gevallen. Oké. Maar blijkbaar moet ik nul eten. Dit is iets eerder dan ik had verwacht. Dus dat betekent dat hier na wel de episode wordt. Ik helaas moet stoppen, jongens. Sorry. Maar helaas gaat het niet anders. Oké. Even kijken. Glow sticks. Even snel gooien. Even kijken wat die is. Alleen een golden chest. Wat zit er in de golden chest? Shoes. Of is het shoe spice? Nice. Platinum. Oeh, een suspicious looking eye. Dus, maar wat is dit? Een kelp. Lime dye. Oké. Torches. En nog een gold coin. Oké, ik ben weer aan het drownen. Nee, jongens. Oké. Ik zat even te denken, wat ga ik nou doen? Moet ik nou naar mijn healing pot? Of moest ik nou naar mijn healing potion? Of naar mijn, mijn recall potion? Wacht. Pak wel de goeie. Hé, jongens. Wauw, ik denk dat ik het dan hier wel ga eindigen. We zijn redelijk ver down al, volgens mij. Yep. En ja, recall tijd. En, oh, het is aan het regenen. Oh man, het is aan het regenen. Hallo Brennan. Oké, nou jongens, we hebben flink wat gedaan. Voor de eerste sessie, serieus. We hebben echt al heel veel loot. Ik denk dat ik mijn inventory later gewoon ga... later een beetje ga cleanen en zo. Een beetje netjes ordenen en zo. Doe ik zo meteen offscreen wel. Maar oké, we hebben dus in ieder geval een anvil gevonden. Dat vind ik echt super gaaf. Dat heb ik nog nooit gehad. We hebben de Extractinator al, dat is super nice. Dus dan kunnen we silk en zo gaan verzamelen. En voor de rest hebben we al een aantal kisten. Hé jongens, ik denk dat ik in de eerste van de episode moet ik even nadenken. Ik denk dat ik ga exploren dan sowieso. En daarnaast moet ik even zien hoe of wat het best is om te doen. Misschien zelfs al beginnen met het maken van een paar kamers of zo. Maar jongens, vergeet natuurlijk niet te liken voor deze eerste sessie van deze tweede singleplayer Let's Play Terraria. En dan zie ik jullie in de volgende episode, jongens. Dus bye bye en tot dan!